President Chandrika Prasad Santokhi heeft opdracht gegeven aan particuliere banken en de governor van de Centrale Bank van Suriname om de voorwaarden van een maximaal bruto inkomen van 35.000 SAD op te schroeven naar 50.000 SAD voor de 7% hypotheek. Het staatshoofd maakte afgelopen maandag hiervan melding bij de onthulling van de Romana-brug in Wanica. De president zegt dat het niet moeilijk moet zijn voor mensen om in aanmerking te komen voor goedkoop kapitaal. Het besluit kwam na de berichten van personen uit de samenleving die niet in aanmerking kunnen komen voor een 7% hypotheek. Mensen die tot 50.000 verdienen ook goedkoop kapitaal kunnen lenen, want wij moeten die onderlaag van die middenklasse ook beschermen. Dat zij ook kunnen profiteren van de goedkope woning van ons. En alle groepen die slachtoffer worden van onze maatregelen, die moeten we gaan beschermen met een goed sociaal pakket. Het staatshoofd gaf verder aan dat het woningbouwprogramma van de overheid opgevoerd zal worden in alle districten. Hiervoor zal Suriname gelden ontvangen van het Saoedische fonds dat $25 miljoen vrij zal maken. $25 miljoen van IDB en $25 miljoen van de Saoedische fonds. $50 miljoen en het ministerie wat nog op zijn begroting. De Saoedische fonds komt wat later, ik denk in de maand mei, juni. Ik heb de minister van Saoedi-Arabië ontmoet, hij was op CARICOM-vergadering. En heeft ervoor gezorgd, namelijk dat die middelen zo snel mogelijk binnen gaan komen. $25 miljoen voor bestrating. En $25 miljoen Saoedi fonds gaat gebruikt worden voor woningbouw. President Santokhi benadrukte dat er veel meer prioriteitsgebieden aandacht zullen krijgen in de komende periode. Voornamelijk armoedebestrijding en onderwijs.